Welkom dames en heren. Evert ten Apel hier en naast mij co-commentator Juri Mulder. Dankjewel Evert. De bal gaat uit. Inworp. Worm voor. En wat wordt daar goed verdedigd, zeg. Riera Magem, laat je licht in schijn op deze speler, Juri. Deze jongen geeft altijd alles in de aanval. Zijn we... Gaat dit hem worden? Dit is een kans. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Buitenspel. Van de weg. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Hij is er door. Nou, hij heeft alle ruimte. Ze strijden om de bal. Die bal gaat achter. Doeltrap. Hier zien we de herhaling, Juri. Ja, dat deed hij heel slim. Prima sliding. Keurig de bal gespeeld. Schet. Riera Magem. Dit team draait fantastisch dit seizoen. De coach zal uitermate tevreden zijn over het spel. Ja, Evert, het gaat echt geweldig. En... Wat een waanzinnig schot! Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Van de weg. Van Haren. Ja, en nu? Nou, daar zullen zijn ploeggenoten hem dankbaar voor zijn. Uitstekend verdedigend werk. Die bal gaat uit en we krijgen een hoekschop. Hij zit er goed tussen. Weg die bal. De scheidsrechter fluit voor een penalty. Hij heeft de keeper. Hij blijft kalm. Ja, hij schiet het goed in. Goed ingeschoten hoor, die strafschop. Ze zeggen altijd dat degene die de strafschop neemt alles te verliezen heeft. Maar hij schiet de bal erin en komt dus als winnaar uit de strijd. Het eerste doelpunt van de wedstrijd, Juri. Net wat ze nodig hadden. Ja, en dit is nou echt een wedstrijd die vraagt om een doelpunt. Hopelijk breekt dat doelpunt die wedstrijd ermee tegen. Van Haren. Van de weg. Ja, en nu? Hij neemt hem. Ja hoor, daar is de gelijkmaker. De wedstrijd ligt weer helemaal open. Het staat gelijk. Het kan alle kanten op. Houtkoop.
Die bal is voor de doelman. Nou, er staat gewoon goed op te letten. De scheidsrechter constateert buitenspel. De eerste helft is gespeeld. 2-1 en eens kijken wat ons de tweede helft gaat brengen straks. Ze weten. Scheidsrechter klaar, spelers klaar, we kunnen weer van start. Wat gaat hij doen? Bal blijft in het spel. Hij legt een hele afstand af met de bal. En hij wordt nu aangevallen. Van Haren. Die is voor de keeper. Ja, eitje voor de keeper. Hè? Hij omspeelt de mandekking. Ja, en nu een schot. Moet scoren! Raak, het kan weer alle kanten op. En dat is zijn tweede, nog eentje voor een hat-trick. Ja, goede timing is het halve werk en dan alleen nog de keeper passeren. Prachtig doelpunt, de gelijkmaker. Wat een spannende wedstrijd. Die ging hard. Daar werd de gelijke stand bijna doorbroken, maar die bal gaat er niet in. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Schet. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? En buitenspel. Dat levert gevaar op zo'n schot. Dit doelpunt levert ze een mooie voorsprong op, Juri. Ja, ze nemen de leiding en dikt die. Wat een geweldig moment voor deze speler. 3 goals op een rij, een hat-trick. Hij speelt fantastisch vandaag. Hij ruikt zijn kansen en hij maakt ze allemaal af. Een rollertje en die bal is voor de keeper dus. De bal gaat op de stip. Dit is een penalty en een kans voor ze om gelijk te komen nu vanaf de stip. Ja, en de veroorzaker van die penalty die moet van het veld af. Wegwezen. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. Sliding, overtreding. Die strafschop gaat erin. Goed genomen die penalty. Hij gaat erin.
Gert. Riera Magen. Ja, het doel zit iets lager. Houdt die bal bezit. Dat was gruwelijk mooi. En daar is hij dan. Ze houden niet op. Aan zo'n voorsprong is nu niets meer te doen. Nee, dat redden ze niet meer. Ik denk dat één team in deze wedstrijd de dienst gaat uitmaken. Gert. Hij was heel even uit zijn evenwicht, maar bleef op de been. Kom maar op met die voorzet, joh. Goed gewerkt om die voorzet. Meijers! Hij raakt wel af. Bakker! Ze proberen terug te komen in de wedstrijd. En nu doorgaan. Blijft gevaarlijk. Paal en uit. Oei, gaat dat goed? Ja hoor, hij kan door. Hij krijgt hem op de slot. Ineens genomen. En dat is raar. Prima doelpunt. Goed uitgespeelde kans. Geweldige redding van de keeper dat eerste schot. Maar de aanvaller hoefde de bal er daarna maar in te tikken. De goal vanuit een andere hoek. Echt spannend zal het vandaag niet worden. Wat gaat de scheidsrechter hier doen? Die pakt die bal op. De partij is afgelopen. Ik zal niet zeggen dat het een makkie is, maar met een mannetje meer is het wel makkelijker om de wedstrijd te winnen. Ben ik met je eens even. Het is natuurlijk hartstikke moeilijk om tegen een ploeg te spelen die met een man meer op het veld staat. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Het was me een waar genoegen. Riera Magem.